Ik jou toch ook aan achteraan kijken. Toen had ik hier een heel mooi klein lief pakketje. Zo, het is inmiddels alweer 3:05. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloed een nieuwe vlog. Wij zijn Karin en Roderick en Karin. En ik heb hier Rijka en ik heb hier Elwing. En ik heb mama ook daar. Ja, het is vandaag woensdag 21 december 2022. En het is nou net 2:02. Hoe toevallig. Ik moest even spieken. Dus, maar dat maakt niet uit. En we maken er weer een leuke dag van. En ik hoop jullie ook. Dus have fun op deze mooie dag. Moet je kijken hoe ze erbij zit. Echt letterlijk zo tegen Elwing aan. Ze kijkt mij ook echt aandachtig aan. Dan kan ik jou ook aandachtig aan kijken hoor, schat. Eigenlijk wel. Kan ik jou toch ook aandachtig aan kijken? Hé. Hey. 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 Wie ben je even? Dit is een mooie Rijka. Kijk hier. Oh, Rijka. Is Rijka mooi. Is Rijka lief. Hé, Elwin? Jij. Je ligt er zo wat bovenop, joh, gekkie. Je ligt er zo wat op. Oh ja. Is het zo? Is dat zo, schat? Oh, is dat zo? Oh. Is dat zo? Oh, is dat zo? Oh, is dat zo? Ja. Je sport niet. Je sport niet. Ja, je sport niet. Dat ik dat zeg. Ik kan zo lachen om jou ook, hè? Ja, ik kan gewoon lachen om jou. Vind ik eerlijk. Ik heb tranen van u mogen. Ja. Ik kan ook zo zielig doen ook, hè. Heerlijk. Ja, ja, ja. Ik niet. Jij. Wat kan je zielig doen? Rijka. Oh, wat kan je zielig doen? Of jij nooit aandacht krijgt ook, hè. Hey, Miepie. Ja, Miepie jij. Hm? En daar hebben we nog een Miepie. Wat gaan we doen dan? Kijk, even mijn telefoon. Wat gaan we doen? Wil je een vrouwtje? Is dat het? Wil je een vrouwtje? Doe dan. Doe maar. Het is helemaal naar mama toe lopen. Wat gaan we doen dan? Kom dan. Kom dan. Kom dan. Kom dan. Daar weer naartoe hoor. Ja, ja. Ja. Eventjes aan de flamoes ruiken. Ja, helemaal goed.
Wat ben je aan het doen? Gek kind ben je ook af en toe. Wat ga je nou doen dan? Nou, ik was er al. Moet je ook komen? Kom dan. Hallo, kom dan. Het doorloopsysteem. Goed zo. Ja, je weet niet wat je wil, hè? Nee, dacht ik al. Oud nieuws. Heilige ding. Heilige ding. Ja, en toen had je weer een camera op jou gericht. Ja. Wat moet jij nou weer dan? Ja, dit is mijn telefoon. Ja, en dan? Oh, wat ben je wel een lekker ding ook, hè? Ja, je bent lief. Ja. Helemaal goed. Helemaal goed. Helemaal goed. Ik ga lekker eten. Ik ga dit lekker eten, want het zit allemaal lekker in een pakje. Kijk. Oh, ik ga genieten. Ik ga genieten van dit lekkere eten. Het is gewoon lekker makkelijk. Het is namelijk pastasalade met kipfilet, gebakken spek, rode paprika en mais. Ja. Dus dit kan ik ook gewoon eens een keertje zelf maken vanzelf, hè. Ja. Helemaal goed. Top. Lekker. Ik ga genieten. En toen had ik hier een heel mooi klein lief pakketje. Ja. Ja, degelijk. Het is een heel lief klein pakketje. Die ga ik eens even openmaken. Ja. Als het me lukt. Ja, maar dat lukt wel. Vast en zeker. Nee. Het lukt wel. Dit doe ik wel eens vaker. Hè? Ja. Kijk, doe het gewoon even lekker zo. Alles gaat lukken. Alles mocht lukken bij mij. Zo. Nou, ik kan jullie nu al vertellen. Ik moet wat zachter gaan praten, want ik heb de microfoon bij mijn gezicht. Zo, geef ik die weer aan mama. Dan kan ik jullie nu al op een briefje nagegeven dat er heel veel karton of papier in zit. Ja. Zo, of niet. We gaan het meemaken. Jojo, een hele mooie pak plakbon. Nou, het valt eigenlijk reuze mee, moet ik zeggen. Het valt reuze mee, ze kunnen het wel. Dus kijk, heel netjes dit. Dit is zo netjes, wow. Ja, ze kunnen het wel. Maar eens kijken hoe weinig ruimte. Mijn hand kan er nog één keer in, zeg maar. Nou, en dan hier nog, nou, eens kijken. Nou, ik vind het netjes. Ze kunnen dus wel besparen, ja. Normaal als wij dus, nou dat weten jullie, dus iets kopen, nou dan is het gewoon mega veel ruimte. Maar nu dus niet. En dat vind ik wel chill. Gewoon lekker waar. Gewoon een compact doosje met weinig ruimte. Zo behoort het. Top van jullie van dit bedrijf. En hoe heet dit bedrijf? Mag ik niet liegen? Pro Mounts International BV. Ja. Kijk hier. Kijk daar. Helemaal goud. Dus. Yes. Dus. Een shout-out naar jullie dat jullie het heel netjes hebben gedaan met inpak. Nou, zoals jullie zien sta ik dus op de dijk eventjes. Ja, op de dijk. Ja. Maar ik ga dit matje eventjes omdraaien. En dan ga ik jullie ook even omdraaien. Ja, zekers. Want ik ga namelijk hier op de dijk even. Want zoals jullie weten heb ik dus nou net bij mama eigenlijk het pakketje overgemaakt. Maar ik ga hem nu even helemaal even openen. Hier gewoon even op de dijk. Even het ding, het een en het ander even daarachter knallen. En dan ga ik het even met jullie helemaal laten zien. Ik heb dus namelijk deze gekocht. Ik weet niet of jullie het helemaal goed kunnen zien. Kijk, nu wel. Yes. En ho. En die wil ik dus gewoon even helemaal nu gaan openmaken. Voordat ik mama op ga halen. Want mama die moest ook nog het een en het ander gaan doen. Dus ik denk, nou weet je wat. Dan ga ik eerst even hier naartoe. Even naar de dijk. En dan ga ik het even hier even openmaken. En moet het allemaal lukken. Ja, kijk. Want ik had al wat besteld, maar mijn lieftallige editor, Niels, die kwam erachter dat het namelijk niet en niet de goede was. Dus, zo en zo moe ben ik dan af en toe wel geweest. Ja, kan je nagaan.
dat ik het dus van mijn eigen editor moet horen van hallo, het is niet in de goede verpakking, hè? Hoezo niet? Nou, gewoon niet. Maar ja, het is goed gekomen. Ik heb het nu. Maar waarom wil dat dan niet uit? Kijk, het zit gewoon muurvast. Juist. Ja. Ja. Kijk, het doosje eruit halen als het me lukt tenminste, jongens. Echt. Ja, kijk. Dat alles flikkert al eruit. Zo. Kijk, dit is dus namelijk de dingen wat erop zit. Dus dat is wel handig. Ik heb eigenlijk alleen maar deze nodig. Ik heb alleen deze unit nodig. Deze. Ja. Deze. Deze heb ik dus niet nodig. En ik heb deze niet nodig. Nee. Dus deze kan dus namelijk in mijn... daar naartoe. Daar is ik al. Ik heb dus alleen deze nodig. Ja, dan moet ik alleen even kijken hoe ik dit ga doen. En hoe ik dit ga doen. Ik kan hem daar neer knallen. Ja. Eens even kijken. Ja. Nee. Ik moet echt gaan kijken. Maar dat komt wel goed. Gewoon even goed ergens neerknallen. Ik wil hem eigenlijk hier zeg maar doen. Maar ik weet niet of dat een mooi wordt zeg maar. Maar dat komt wel goed. Ik doe hem eerst even voorlopig hier. Denk ik. Ik denk dat het handig is of hier ergens. Moet ik even kijken waar ik hem ga doen. Maar dat komt wel goed. Kijk, want als ik hem zo doe. Ik ben gewoon even aan het experimenteren. Gelijk even. Zodat ik niet al te veel... in beeld heb, zeg maar. Want dat moet wel goed zijn, vanzelf. Ja, ik denk dat ik jullie hier kan neerknallen. Ja, een hele mooie. Ja. Ik denk het wel. Dus ik ga jullie even kijken of en of het past. En dan zien jullie vanzelf wel bij jullie komen te hangen. Het is al inmiddels alweer 3:05, jongens. Ja, ik ben eventjes met mama op pad eventjes voor haar kerstkaart langsbrengen. Ik heb ook het een en het ander gehaald voor de dames XP hier. Ik had jullie hangen, maar het hangt behoorlijk in het zichtsveld, zeg maar. Want kijk, ik heb hem hier hangen, achter mijn spiegel, zeg maar. Maar als ik dus deze naar beneden knal, hartstikke mooi. Kijk. Dat is wel de bedoeling, maar oké. Okay. Maar ik heb hem dus hier. Maar ik denk dat ik hem dus daar neer ga knallen. Dus ja, we gaan het even meemaken zometeen hoe en de wat. Dus, en anders morgen. We gaan het maar even bekijken. Maar nou ga ik eventjes weer even wat beantwoorden naar iemand anders toe. Nou, we staan dus eventjes eigenlijk bij de Tesla's boot. Maar ik ga niet met dat Tesla's boot, want dat durft mama niet. Maar ik vind het zo mooi. Ik vind het zo iets moois. Wat is dat ding daar? Ik ga even inzoomen, proberen. Dat ding, dat is en dat is de crisisboom. En die vind ik mooi. Ja, die vind ik mooi. Ja, echt wel. Ja, en dan ga ik weer uitzoomen. Sorry. Kunnen jullie heel even genieten. Ja. Dat is koud, jongens. Het is koud. Ja. Dat zeg ik. Ja, het is koud. En dan ga ik mama haar
camera overnemen, want mama die had weer gevraagd of ik die even over kon nemen. Dus dan doe ik dat maar even. Hè? Ja, precies. Kijk, bij Petersel sta ik en bij de Tesselse boot. Ja, precies. En eigenlijk mag ik hier niet staan. Oh, kijk. Ik mag hier eigenlijk niet eens staan, maar ik ga toch zo weer weg. Dus weet je, dan mag het weer wel als ik weer zo weer weg ga. Ja. Jij ruikt naar vis, want je hebt net vis gegeten. Ja, je ruikt naar vis. En dan hoef ik jou niet kusjes voor jou te hebben. Nee. Ja, is het zo? Ja, je sport niet. Krijg jij helemaal, helemaal echt geen aandacht meer van mij. Nou, geloof mij, als jij je weer zelf jezelf gaat horen, hier. Nou, geloof mij, volgens mij word je helemaal para. Nee hoor, want ik heb dat al zo vaak gehoord. Vind je het nou leuk? Vind je het grappig? Ja. Nou, kom dan. Kom dan. Kom dan. Sulpietje. Wat heb jij nou weer op je kop zitten? Kijk. Ja, je bent zo lief. Ja, je bent lief. Nee, je bent lief. Ik lach er nou uit, ja. Ik lach je nu uit. Ja, serieus. Ik lach je nu uit. Ik lach je nu echt gewoon even uit, hè. Dat weet je, hè. Ik lach je uit. Ja. Ik lach je uit. Ja. Ik lach je gewoon uit, hè. Dat weet je nu wel, hè. Uit. Ja, wat? Is dat zo? Zo. Elwin ligt lekker op de bank, hè? Ga jij... Oh, wat ga jij doen met je poot? Oh, wat ga jij doen met je poot? Wat ga jij doen? Ik wil de vlog afsluiten. Ik wil de vlog afsluiten. Hey, schatje. Dus, ik wil jullie onwijs bedanken dat jullie hebben gekeken naar deze vlog. Ja, samen met Rijke ook en Elwin. Helemaal gezellig. Dus, vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het belletje aan. Ja, alles gewoon, jongens. Dus, dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen bij een nieuwe vlog. Ciao, Bella. Doei.